Een andere kwetsbaarheid waar we het over moeten hebben is een single point of failure. En een single point of failure is binnen zo'n netwerk dat je zult merken dat er één punt is dat zo belangrijk is dat als dat wegvalt, je hele netwerk uitvalt. Bedenk het maar als volgt, hè? Je zit in een huis en je hebt je laptop en je hebt wifi nodig. Waar komt jouw wifi vandaan? Oké, de wifi die komt vanuit je router, je modem. Hè? De telco provider geeft jou dan internet. Als jouw router het niet doet, is het erg lastig voor jouw laptop om wifi te krijgen. Dus je zou jouw router in huis dan ook als een single point of failure kunnen zien. Andere single points of failure kun je bijvoorbeeld zien is dat je een server hebt met, hè, waar al die mail op staat, hè, de studentenmailcijfers. Als dat maar op één serverkast staat en die serverkast die gaat stuk, heb je je data niet meer. Dan heb je dus ook een single point of failure. Een hele interessante single point of failure situatie was ook gecreëerd bij 9/11. De Twin Towers die toen tegelijk geraakt werden bij de terroristische aanval door de vliegtuigen. Het probleem was namelijk, die twee torens die stonden ook echt naast elkaar, dicht naast elkaar. En dan heb je dus ook dat binnen een kleine scope er een aanval uit te voeren is. En sinds 9/11 is men dus ook gaan nadenken, oké, als ik mijn data heb, wil ik dat sowieso dupliceren naar een andere plek om een zekere redundantie te creëren. Maar hoeveel afstand moet er dan tussen die twee datasets zitten? En je merkt dat heel veel bedrijven nu een duplicate van hun dataset hebben. En dan, wat is het, minstens 30 kilometer verderop, dat zaken zoals 9/11 ook bij hun dataset niet direct kunnen gebeuren. Stel, je hoofdgebouw gaat bijvoorbeeld in de brand, heb je altijd nog een backup van jouw data ergens anders. Maar, daar is wel nog een ander probleem bij, dat heel veel mensen nu alles in de cloud gaan zetten. En in de cloud kun je dan ook weer zien als één omgeving. En je merkt dat als bijvoorbeeld jouw computer wordt gegijzeld door gijzelsoftware, ransomware, dan kun je niet meer bij je data. Maar als jouw cloudomgeving gegijzeld wordt door ransomware, gijzelsoftware, dan kun je nog steeds niet bij je data, ook al denk je het verspreid te hebben over meerdere computers. De truc bij een goede backup is dat je het op meerdere manieren opslaat. Dus niet alleen softwarematig, maar ook op een stukje externe hardware, zoals een stukje externe harde schijf, ergens anders. En dan komen we toch weer terug bij dat fysieke element, namelijk hou je hardware veilig.